Goedenavond, wij zitten hier in studio AstroLeds in Den Haag. En we hebben net een hele goede discussie gehad over les elektrisch en wat er nodig is om die lesbranche zeg maar volledig naar elektrisch te houden. En daar kwam Daniel Koerhuis, die kwam hier op bezoek, rennend van een Europese vergadering. En nog net op tijd om te kijken van ja, wat kan de politiek nou eigenlijk doen? Maar ik zat met hem te praten en hij is eigenlijk een hele interessante achtergrond. Dus daar wil ik het eigenlijk even over hebben. Even over je achtergrond, wat je hiervoor hebt gedaan. Heel interessant, dat wonen. En daarna nu de mobiliteit waar je in zit. Ja. Dus Daniel, waar kom jij vandaan? Wat heb je allemaal voor een achtergrond? Nou ja, de baan die ik hiervoor heb gehad was bij de Europese Commissie. Mm-hmm. Daar heb ik zo'n 7 jaar gezeten. En daarvoor heb ik voor het ministerie van Financiën gewerkt. En daarvoor heb ik financiële econometrie gestudeerd. Kijk, dus hij weet iets van cijfers en hij weet iets van economie. En dus dat is heel mooi. Dus laten we even kijken. Eerst, wat deed je bij Financiën? Daar heb ik staatsschuldfinanciering gedaan. Ik heb ook exportfinanciering gedaan. Dus vooral de financiering van grote schepen. Ja. Vaak ook oorlogsschepen, want die kunnen moeilijk op de markt worden gefinancierd. Dus dan kloppen ze bij het ministerie van Financiën aan. Als de markt het zelf niet kan, komen ze bij de overheid aan. Nou ja, we hebben een grote scheepsbouwindustrie. Dus mobiliteit zit in mijn portefeuille. En daar zit ook scheepvaart bij in. Ook wel scheepsbouw. En scheepvaart is ook heel belangrijk voor Nederland, ja. Hè, vertelde je. Ja, want ik zit nu 1,5 jaar op mijn portefeuille mobiliteit. En ja, als gewoon Nederlander heb ik, nou in ieder geval, ik had geen idee hoe belangrijk scheepvaart is, nou, is voor het land. Hoe belangrijk is het? Nou ja, ik zei het al, hè, 90% van wat die staat is per schip naar Nederland gekomen. Ja, ja. En de banenmotor van de Rotterdamse haven is groter dan de banenmotor van Schiphol. Ja, ja. En er gebeurt ook ongelooflijk veel meer vracht. Ik bedoel, de significantheid van de hoeveelheid spullen is niet te vergelijken. Echt ja, gewoon, en dan ook, Rotterdam is eigenlijk de enige echte diepzeehaven van Europa. Dus als China de grootste tankers of de grootste mammoetschepen ter wereld naar Europa stuurt met containers. Ja? Ja, die moeten eigenlijk altijd eerst Rotterdam aandoen. Dat meen je niet. En Hamburg? Dat had ik ook gedacht. Ze doen wel Hamburg aan, maar dat kan niet volgeladen. Dus ze worden volgeladen in China. Dan zitten ze zo diep in het water. Ja, dan moeten ze eerst Rotterdam aandoen. Uh-huh. Voordat ze naar Hamburg kunnen gaan of Antwerpen. Dat wist ik niet eens. Ja, dus dat vond ik ook weer een mooi beetje. Ja, want je zegt, ik zei het al. Ja, maar dat zei je buiten dit gesprek toen de mensen konden luisteren. Maar dat is dan een ding. Oké, even, dus dat heb je gedaan. Je hebt grote bedragen gefinancierd, zeg maar, bij Financiën. Toen bij Europa, wat gebeurde er in Europa? Wat heb je daar allemaal geleerd? Nou ja, ik heb de staatsschuld van Nederland gefinancierd. Ja, op een gegeven moment begon Griekenland om te vallen. En moest de financiering van hun staatsschuld worden overgenomen. Echt waar? Ja, dus dat was eind 2009 begon dat te spelen. En met Jan-Kees de Jager en zo? Ja, dat was met Jan-Kees de Jager. Ja, en uiteindelijk hebben we die financiering van de staatsschuld van Griekenland overgenomen. Dat wist ik dus helemaal. Ja. Hebben wij de financiering niet de schuld overgenomen? Ik zeg wij. Ja? Bij Europa? Ja, ik deed dat werk toen voor de Europese Commissie. En wij hebben als Europa de verantwoordelijkheid of hebben we de schuld overgenomen? Nou, Griekenland werd niet meer vertrouwd op de financiële markten. Nee. Dus Europa moest die financiering overnemen. Maar dat was in ruil voor structurele hervorming die het land moest doen. Ja, ja, dat is wel heel goed gelukt. Nou ja, ja, ze redden zich nu wel weer op de financiële markten. Ze redden zich nu weer op de financiële markten, ja. Ja, Jan-Kees de Jager is een vriend van mij, dus daar heb ik heel veel mee gewerkt. Kijk, ik heb pas ook gesproken, hij zit in Dubai nu, zeg maar. En ik zei ook, ja, Jan-Kees van, hij zei op een gegeven moment ook, er waren tijdens die overeenkomsten, zeg maar, die enorme discussies, toen had hij 2 persreleases. We gaan door met de neuro we gaan gewoon door en er is niks aan de hand, zeg maar. Er waren echt hele spannende discussies. Hij zei, joh, daar gaan we nooit iets voor betalen, voor die staatsschuld van Griekenland. Zodat, daar gaan we als Nederland nooit aan meebetalen, maar... Dat ik zei, nou, dat je dat soort uitspraken kunt doen, dat is echt ongelooflijk. Maar goed, als politicus moet je op een gegeven moment dat soort dingen doen om naar de Tweede Kamer toe dat soort dingen te doen. Ja, hij was toen politicus. Ik was toen ambtenaar die faciliteit heeft opgezet. Geweldig. Voor de financiering van de staatsschuld van Griekenland. Hoeveel was dat? Hoeveel, 200 miljard of zo? Ja, uiteindelijk wel. Maar de eerste faciliteit was maar 80 miljard. Dat was het eerste pakket. Oh, maar 80. Nou ja, maar jij noemt 200. En inderdaad, dat tweede pakket, dat was veel groter. Ja, ja. Oh, super interessant. Dus je hebt echt ook onder hoogspanning heb je toen ook Europa leren kennen. Ja. Wat is jouw waardering dan ook voor Europa? Hoe blij moeten wij zijn als burger voor Europa? Nou ja, ja, ik denk dat we er heel blij mee moeten zijn, want Nederland is een handelsland. Hè. Onze plek in die delta van Europa maakt dat wij een handelsland zijn. Mm-hmm. Van oudsher al.
Ja. En dus ik begon al hoe belangrijk scheepvaart is voor Nederland. Omdat wij die plek in die delta hebben. Maar ook hoe luchtvaart zo belangrijk is geworden voor Nederland. Ja. En transport in algemene zin. Maar ik wil weer even de kwaliteit van Europa. Van, weet je wel, van hoe... Er zijn allemaal van die beelden van... Ach, het zijn allemaal gigantische bedragen gaan erin om. En er zitten alleen maar mensen, bla, bla, bla. En mijn beeld is van, joh, A, het gaat over 1%, we krijgen drie kwart terug. En B, de kwaliteit van de mensen die daar zitten, die wetgeving maakt, die is veel minder aan lobbyisten onderhandigd dan elk individueel land, hè, waar Frankrijk zijn eigen industrie en dit en dit. Dus ik heb daar zelf een beetje een positief beeld bij. Maar ik vind het leuk om van intern van jou te horen. Hoe is de kwaliteit van die bureaucratie van Europa? Nou, als ik vanuit mezelf kijk... Ik heb natuurlijk op het ministerie van Financiën gewerkt. En vervolgens ga je dan naar de Europese Commissie toe. Het is groter. Dus wat mij al opviel, waar je bijvoorbeeld in Nederland een afdeling voor hebt, zeg maar, heb je in Europa een directie voor. Mm-hmm. Dus de discussies zijn veel groter. Je kan ook specialistischer te werk gaan daardoor, omdat het gewoon groter is. Maar dat is vanuit Nederland bekeken. Ik denk wel dat als je vanuit Frankrijk of Duitsland kijkt, dat daar de ministeries nog groter zijn. Ja. Maar vanuit Nederland bekeken, ja, dat was een beetje mijn ervaring van, hey, wat we hier als afdeling hebben, dat is daar een directie. Maar is dat ook daarmee super bureaucratisch en doen ze daar vreselijke dingen en duurt alles veel langer, afhankelijk van de bestuursvoering? Het is nooit mijn ervaring geweest, maar het is ook, denk ik, hoe je er zelf in zit als ambtenaar, dat het echt super bureaucratisch is. Dat was mijn ervaring bij Financiën niet en ook niet bij de Europese Commissie. Het is weinig geld, hè? 1% van het BNP is nou niet direct echt heel veel geld als coördinerend mechanisme. En de rol die het vervult, Europa, vind je die nuttig? Nou ja, wat ik wel vind, is van, we moeten wel zuinig zijn op ons geld. En dat, maar 1% waarvan je dan ook nog 60-70% terugkrijgt, is toch niet echt een gigantisch bedrag? Ja, maar dat vond ik wel in Europa. Ze zitten wel verder af van de mensen thuis die de belasting moeten opbrengen. Dus ik ben wel VVD. Ik vind dat we zuinig moeten zijn op belastinggeld. Ja. En dat vond ik wel in Europa. Het zit er ook gewoon verder af. Mm-hmm. Want belasting wordt opgehaald door de Nationale Belastingdienst. Het zit er ook gewoon verder af. Ja, moet je altijd op letten. Maar de kwaliteit van de wetgeving en de kwaliteit van de mensen die er zitten, en ook de integriteit waarmee ze zitten. Ik vond die goed. Ja, nou oké. Dat wou ik even horen. Dus dat is mooi. Dan kwam je op een gegeven moment naar Nederland toe. En hoe kwam je in die Kamer terecht? Nou ja, ik ben al politiek actief geworden toen ik ging studeren. Hmm. Ik heb financiële econometrie gestudeerd. Dat is net zoals Pieter Omtzigt, toch? Ja, hij is mijn docent ook geweest, Pieter Omtzigt. Nee, echt waar? Oh, ja. Was hij een goede docent? Ja. En dus toen ik ging studeren ben ik meteen lid geworden van de JOVD. Mm-hmm. En toen ik ben gaan werken, lid geworden van de VVD. Mm-hmm. En in Amsterdam-Noord, waar ik toen nog woonde, ook het bestuur ingegaan van de VVD. Okay. En dat 6 jaar met heel veel plezier mogen doen. Mm-hmm. En dus ja, wat dat betreft, ik ben al heel lang actief in die partij. Dus, maar toen toch de overgang van Europa, je kunt dan ook naar bedrijfsleven gaan, zeg maar. En dan ja, maar dat zeg je wat. Ja, maar van, ik op een gegeven moment, ik werkte al een poosje bij Financiën en staatsschuldfinanciering, exportfinanciering. Dus ik denk, ja, dit kan ik ook in de markt doen, zeg maar. Het financieren van export of staatsschuld, maar dan van de andere kant. Maar we spreken eind 2008. Nou, we weten wat er toen gebeurd is. Ja. Het begon met de val van Lehman Brothers. En vervolgens ABN AMRO, ING, Aegon, SNS. Ja. En het enige wat nog kon redden was de overheid. Ja, dus ik mocht meehelpen. Dat was voor Griekenland, die banken te redden. Mm-hmm. Ja, dat was heel interessant om te mogen doen. Ja, en die andere kant met Wouter Bos en zo. Ja, was met Wouter Bos. En die andere kant werd gewoon minder interessant. Dus en zo ben ik van het redden van banken naar het redden van landen gegaan. En toen werd ik gekozen in de Tweede Kamer. Ja, geweldig. En toen kwam je daar aan bij de Tweede Kamer. Volgens mij was het een mooi moment, want de VVD was net van 41 naar hoeveel zetels gegaan? Nou ja, het is geen mooi moment. Maar we zijn wel de grootste geworden in de verkiezingen van 2017. Ja. 33 zetels gehaald. Ja, dus je had in ieder geval. Maar toen was er toch nog wel ruimte voor nieuwe. Jullie doen veel aan vernieuwing. Veel nieuwe mensen elke keer. Ook veel ervaring die wel verdwijnt eigenlijk. Dus, maar er komt ook weer nieuwe ervaring binnen. Maar wat voor een portfolio heb je toegekregen? Of genomen? Nou ja, ik heb toen gevraagd en gelukkig gekregen de portefeuille wonen. Oh, een hele lichte portfolio waar niet zoveel in te doen was. Wonen. Nou ja, toen ik ermee begon in 2017, stond hij nog niet zo hoog op de politieke agenda. Zo. Als aan het eind van mijn eerste periode in 2021. Maar de problemen zag je deels aankomen. Want de bevolkingsgroei ging door.
de woningbouwproductie bleef achter. En je zag gewoon het herstel van die woningmarkt zag je gebeuren. En de rente was veel lager dan 2000, dan het vorige piek 2007. Ja. Ja. En de lonen waren ondertussen gestegen. Dus je zag gewoon explosie gebeuren. Aan alle kanten. Ja. Van, als we nu niet heel snel gaan bijbouwen, krijgen we en een grote woningtekort en die exploderende woningprijzen. Nou, even een klein politiek dingetje, zeg maar. Hè. Dus jij zegt van de VVD heeft Nederland gered uit de politiek, uit de financiële crisis. Maar dat hebben we samen gedaan, in Nederland. Maar ik heb een serieuze vraag. Ik bedoel, een van de dingen die we gedaan hebben toen in 2008 is dat wij flink zijn gaan bezuinigen. Hè? De tering naar de nering gaan zetten. Nou, ik heb ook economie gestudeerd en ik ben ook een beetje een Keynesiaans van bezuinigen in tijden van grote groei en tekort naar nul, maar in slechte tijden het vergroeien. En wij deden in Amerika dat absurd. Hè? Enorme expansie van de schulden en een enorme stimulering, China ook. En wij in Nederland gingen echt gewoon bezuinigen. En dan ook de helft van die woningproductie hebben we een beetje afgebouwd. Jij zit met twee petten. Je bent liberaal, je bent VVD'er, je bent dit. Aan de andere kant zeg je ook dat die woningbouwproductie, die is vanaf 2008 en 2011 heel erg naar beneden gegaan. Terwijl we zo goedkoop wegen hadden kunnen bouwen, zo goedkoop huizen hadden kunnen bouwen. Ja, maar wegen is gebeurd. Hè? De crisis en herstelwet is gekomen tijdens die financiële crisis. En die wegenaanleg is echt versneld in die tijd. Als het ook maar enigszins kon met de vergunninghouding. Maar oké, dus dat is inderdaad gebeurd. Maar we hadden heel veel kunnen doen aan die woningbouw. Ja, en dat hebben we niet gedaan. Want hoe kijk je daar achteraf tegenaan? Nou ja, dat het jammer is dat we die woningbouwproductie zo hebben laten inzakken, dat is jammer. Mm-hmm. En dat is ook mijn inbreng geweest tijdens mijn woordvoerderschap wonen. Ja, dat moeten we herstellen. In ieder geval, als het ooit weer misgaat, niet weer laten inzakken, zeg maar. Oké, okay, goed. Dit oude Keynesiaanse gedachtegoed, gewoon als het goed gaat, zorgen dat je de schulden naar beneden doet. Dat hebben we goed gedaan in de afgelopen jaren. Hè? Want eigenlijk, ondanks... Ja, maar jij trekt hem nu veel breder. Wat ik zei, was wat ik als woordvoerder wonen heb gedaan, zeg maar. Ja, echt op zonde dat we dat zo hebben laten inzakken. De woningbouwproductie, die woningbouwproductie is ingezakt. Heel veel bouwvakkers weg. Hebben de markt verlaten. Ja, die krijg je niet zomaar meer terug. Nee, nooit. Nee. En dat is nu ook mijn zorg voor de aanleg van wegen, want ik doe nu mobiliteit. Ja, dat is mijnzelfde zorgpunt. Als we niet doorgaan met het aanleggen van wegen, onder andere vanwege stikstofproblemen, dan verliezen we ook die wegenbouwers. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Oké, dus dat was wonen. Ja. Nog even terugkijkend, je bent geen woordvoerder meer, maar Hugo de Jonge is die gaat er met volle vaart in. Hij was vandaag ook alweer bezig met minder inspraak of die inspraakprocedures verkorten en zo. Hoe vind je dat hij het doet als minister wonen? Nou ja, ik heb de portefeuille shift gemaakt toen Hugo de Jonge minister werd. Ja. En toen ben ik mobiliteit gaan doen. Dus het is niet helemaal... Ja, daar hebben we een nieuwe woordvoerder op. Ik weet. Kun je niks van zeggen? Nou, wil je niks van zeggen? Dat is niet zo netjes in een fractie. Het is netjes in een fractie. Prima. Dat je gewoon één woordvoerder hebt op een onderwerp. Want anders... twee woordvoerders hebt op één onderwerp... Ik wou meer... Je bent een expert. Ja. Je hebt het meegemaakt. Maar ik snap dat je niemand voor de voeten wil lopen. Oké, mobiliteit. Ja. Als je kijkt van de portefeuille mobiliteit, wat zijn de grote issues die jij ziet en die je aanpakt? Nou ja, een van de grote issues, hè, dan pak ik hem even over. Hè. We hebben die inzakkende woningbouw gezien. Die woningbouwers die de markt hebben verlaten. Ja. Ja, dat is een van mijn grote zorgpunten nu. Is dat de wegenbouw in gaat zakken en dat die wegenbouwers de markt gaan verlaten. Dus dat is één van mijn grote zorgpunten. Ja, breng ik eigenlijk al sinds het begin van mijn woordvoerderschap in, omdat ik dit als geen ander weet van mijn vorige portefeuille. Ja, en dat is een langdurig ding. Dat is niet een kortstondig iets, dat moet je langdurig inzetten. Nee, want het vereist ook nogal een koerswijziging van een ministerie in Rijkswaterstaat natuurlijk. Als je jarenlang hebt gezet op aanlegprojecten en je wilt het bijvoorbeeld wijzigen naar onderhoud. Want wat zie je wel? Aanlegprojecten gaan wat moeilijker tegenwoordig door. Onder andere door stikstofproblemen. Ja. Is niet eens altijd het verkrijgen van de stikstofvergunning, maar ook het verkrijgen van stikstofdeskundigen. Oh. Dat is eigenlijk wel net zo'n groot probleem. En al heb je beide, dan heb je nog weer een hele politieke discussie erachteraan. En we weten allemaal dat de vervangingsopgave van onze wegen,
Ja, daar zijn we op achter gaan lopen als land. Ja, is dat zo? Ja, dat is dat zo. Dat weten we allemaal. Nou, dat, ja, ik niet, maar ja, nu hoor ik het de Haringvlietbrug is eruit gevallen. Dat weet je, denk ik. Dat is een van de grootste verbindingen naar Zeeland. Ja. En die is eruit gevallen door... achterstallig onderhoud. Door achterstallig onderhoud en vervanging. Altijd zo'n degelijke organisatie die dat gewoon echt met mathematische precisie aan het plannen is. Ja, maar dat kunnen ze ook wel. Maar daarvoor hebben ze geld nodig. Daarvoor hebben ze geld nodig. Nou, die geld hebben we ter beschikking gesteld in het coalitieakkoord. Dat is niet genoeg, dat wisten we al. Dat heeft het CPB ook gezegd. Maar we hebben ook een beperkte marktcapaciteit. Mm-hmm, ja. Nou ja, wat de minister heeft aangekondigd is nu van... Nou ja, we gaan inderdaad meer doen aan die vervangingsopgave. En ik ga ook een schuif aanbrengen van aanleg van wegen naar vervanging van wegen. Okay, dus dat is het belangrijkste. Goede de wegen gewoon goed houden. De wegen goed houden en niet die wegenbouwers verliezen. Want ik heb dat gezien bij de woningbouwers. Nee, heb je niet zo mooi terug. Punt. Ja. En elke keer als ik weer gewoon in andere landen ben geweest, in Duitsland. Klopt. Of waar dan ook, in België. Of in, maakt niet uit welk land jij ik rijd. Vindt de vergunning... Wat zijn onze wegen fantastisch. Ja, en jij vindt de vergunningsverlening bij ons lang duren. Nou, de Duitsers kijken echt naar ons. En die vinden dat wij het snel doen. Dat meen je. Ja, ik heb al het idee dat permanent gewoon de helft van Duitsland volledig in onderhoud is. Daar kun je geen kilometer rijden. Nou ja, wij krijgen ze op bezoek. Ik krijg ze op bezoek omdat ze vinden dat het bij ons snel gaat en bij hun langzaam. Oké, okay, goed. Hey, dan even iets anders. Wij zitten hier met dat ding hier zo van dat elektrisch en zo. Die mobiliteit, die transfer veranderen. Hoe zit jij daarin? Elektrisch rijden ben ik heel positief over geworden, laat ik het zo zeggen. Maar je was blanco van, je was er niet heel sterk op in. Je hebt er toen heel erg ingezeten van, hoe is je gedachtegoed, hoe heeft dat zich ontwikkeld? Nou, kijk, dat begint natuurlijk ook gewoon bij mensen thuis. Ik ben volksvertegenwoordiger. Ja. En ook bij ons thuis hebben we de omschakeling gemaakt. Dus ik heb er ook mee in de Volkskrant gestaan. We hebben een dieselauto. En toen de andere auto was aan vervanging toe, hebben we een elektrische auto genomen. Welke? De Nissan Leaf. Oh, god, mooi. Daar ben ik mee begonnen. Nou ja, kijk. In 2011. Nou ja. 2011. Nou ja. 12 jaar geleden ben ik met de Nissan Leaf begonnen. Prachtig. Wij zijn er ook mee begonnen. Dus prachtige nu. Auto. Ja, ik vind het een prachtige auto. En het rijdt gewoon heerlijk elektrisch. Ja. En, heb je zonnepanelen op je dak? Ja, ik heb zonnepanelen dus op mijn dak. Dus het kost ook geen drol. En ook met die energietransitie, dat over die gekke prijzen, daar heb je helemaal geen... Nou komt die de aanschafwaarde van een elektrische auto is best hoog. En ik zei al, ik heb hiervoor wonen gedaan. Dus de verduurzaming van wonen lijkt heel erg op de verduurzaming van mobiliteit. Mm. Ik heb bij wonen heel erg gemerkt... De aanschafkosten van een warmtepomp zijn heel hoog. Maar als je die overstap eenmaal maakt... Ja, de rendementen zijn 300%. Dus het is... Met zonnepanelen erbij, ideaal. En ja. Nou ja, ik ben ervan overtuigd dat de elektrische auto dat ook in zich heeft. Ja. Want je ziet gewoon dat rendement veel hoger ligt. En een verbrandingsmotor, wat is die, 30%? Elektrische auto ligt 80, 90 tegen de 100 aan. Ja. Dus ja, dat is gewoon drie keer zo hoog. En veel minder onderhoud. Want je hebt minder onderhoud. Dat, ja. En ik ben ervan overtuigd dat als wij dat heet tweezijdig laden. Dus als je, vehicle to grid. Nou ja, kijk, als je kan laden als de stroomprijs zeg min 5 cent is. En je kan... Nou komt die ontladen, hè, tussen die 80% en 20% als de stroomprijs... Nou, in de winter... Ja, de 25 cent, 30 cent. Nou, 40, ja, ja. Ja, 40 dan cent, wordt het echt een handelspakket, die batterijpakket voor jou. Ja. En dan raak ik wel overtuigd van elektrische rijden. Een econometrist die kijkt inderdaad gewoon naar het model van... en ook het businessmodel, dat reken je door. Oké, dus het is gewin, genot, gemak eigenlijk. Het rijdt lekker, je kunt er gewoon geld mee verdienen, het is goedkoper. Zei ook iedereen hier zijn van alle rijschoolhouders, die zeiden van, zei iedereen, was niemand, die zei het is goedkoper om elektrisch te lessen dan met benzine. Klopt, maar nou komt hij, de aanschafkosten zijn wel hoog. De kosten, ja, dus wij hebben thuis, maar de total cost of ownership. Precies, dus wij hebben het thuis in de lease genomen. Ja. En dat is al een paar jaar geleden. Dat is dus inderdaad dat je geen wegenbelasting op betaalt. Dan is het gewoon echt goedkoper in de lease. Als je dus de maandlasten in de lease hebt. Ja. Ten opzichte van een auto die we niet in de lease hadden. Is die gewoon goedkoper. Ja. En je hebt geen zorgen naar dat soort. Maar mijn angst is dus straks gaat die wegenbelasting omhoog in 2025. Ja. Ja. Ja, daar zit dus een zorg van mij. Van hey, blijven we dan nog wel de elektrische auto genoeg stimuleren? En ik blijf dus maar vragen aan het ministerie, hoe zit dat nou met dat tweezijdig laden? He, want de kosten gaan misschien van die wegenbelasting omhoog. Maar als we dat goed kunnen maken bij de mensen thuis door tweezijdig laden
mogelijk te maken. Wow. En nou komt hij, als het net daardoor ook nog stabieler wordt. Nee, ik vind kijk, ik doe die berekeningen niet meer zelf nu, hè, want ik ben geen ambtenaar meer. Nee, maar ik ben een groot voorstander van dat vehicle to grid, vooral voor de stabiliteit. Maar alsjeblieft, dat zou toch niet de oplossing moeten zijn dat die belasting echt ook gewoon meer gerekend wordt op de schade die het veroorzaakt en de hoeveelheid CO2-uitstoot versus hoe zwaar mijn benzinetank is. Mijn benzinetank als elektrische auto is toevallig wat zwaarder. Ik vind het heel goed dat ik gewoon belasting betaal. Ik vind dat helemaal niet meer. Dus ik vind het helemaal oké om belasting te betalen. Ik vind ook niet meer dat gestimuleerd hoeft te worden. Zeg ik persoonlijk. Niet namens iemand, maar dat zeg ik. Maar ik vind het echt niet oké dat ik gewoon dat ik zo'n zware benzineauto heb en dat ik daar zwaar voor gestraft moet worden. Dat een benzinetank heb. Zeg maar. Dat, ga je daar nog iets aan doen? Kun je daar iets aan doen als Kamerlid? Nou ja, je maakt dus het kabinet, maar ook de coalitie maakt gewoon een heel pakket aan financiële afspraken. Dus, ja. En het zijn, ja, de auto, ja, de VVD nooit echt groot voorstander van geweest, maar ja, brengt wel veel op voor de schatkist. Dus als je iets eraan gaat veranderen, heb je snel een hele grote derving voor de schatkist, zoals dat heet. En dan zeggen ze dus, oké, als je een plan hebt, leuk, gaan we naar luisteren, maar dan moet je ook even aangeven waar het gefinancierd moet worden. Precies, precies. Oké, dus dat is inderdaad. En dan, maar het grappige is dat soort dingen, als je 1 cent benzineverhoging doet, dan is dat al meer dan genoeg om dat soort dingen zeg maar te compenseren. Maar ga jij creatieve plannen maken om te kijken van wat er anders kan? Nou ja, of tijden voor open? Nou ja, waar ik dus mee bezig ben, is dus dat tweezijdig laden en te zorgen. Ja, ja. En dat is leuk, maar dat gaat toch geen zoden aan de dijk leggen voor die 400.000 mensen die nu elektrisch rijden? Nou, we hadden het er net over. Hè. Als jij kan laden. Stel, je hebt 100 kilowattuur accu. Je krijgt 5 euro toe. Nee, maar laat me af, maar je krijgt 5 euro toe als je laadt. Die business case is top. Alleen er is één en vervolgens ga je ontladen, verdien je 30, 40 euro mee. Die ene auto die het kan, is de Nissan Leaf. Alle andere auto's die we nu verkocht hebben, kunnen het niet. Het is ook deels, moet ik zeggen, een Europees dossier. Dus dan is het ook aan de Europese autofabrikant. Want uiteindelijk, dit wordt toch deels je thuisbatterij. Ik hoor, het is moeilijk en complex. Ja, dat is dan elektrisch. Maar je ziet van op dit ogenblik het beleid wat we nu hebben uitgevoerd. Hè, met stimulering van tweedehands auto's voor 1000 of 2000 euro. Gaat dat nou zorgen dat we in plaats van 60% in 2030, doordat de auto's goedkoper worden, dat we dan door gaan stoten naar het Noorse model, zeg maar? Denk jij dat? Nou ja, wat de doelstelling die we hebben afgesproken in het klimaatakkoord en waar het kabinet voor staat, is 100% nieuwe auto's elektrisch in 2030. Ja, we koersen nu, zoals je al zegt, op 60%. Mm-hmm. Ja, dus dan, ja, en we hebben de nieuwe inzet gezien in het klimaatpakket voor mobiliteit. Ja. Dat richt zich vooral op biobrandstoffen en niet op elektrisch rijden. En bijna niet op elektrisch rijden. Belastingen op de huidige elektrische auto's. Ja, nou, ik begrijp dat al enigszins wel in die doorrekening zat. Want dat is zeg maar het hele met de moeilijk woord. Ja, het basispad, dus dat was al het plan dat de belasting omhoog zou gaan. Dus ik ga ervan uit dat, hè, als we uitkomen op 60% elektrische auto's van met de nieuwe die belasting. Dat neem ik aan. Maar ja, de staatssecretaris zei vandaag ook nog in het debat. Ja, ik moet kijken waar de nieuwe berekeningen op uitkomen. Maar ja, we doen wel iets in het nieuwe klimaatpakket. Dus misschien komen we wel iets hoger uit. Met die enorme belasting. Ja, ik heb begrepen, maar ook dat. Dat ligt blijkbaar nog enigszins open dat we naar 1000 euro subsidie gaan voor een tweedehands auto. Ja, ik heb daarvan ook gezegd, als de staatssecretaris even kijkt wat een elektrische auto kost. Ja, dat zit niet veel zoden aan de dijk. Goed, dus, ik blijf dat kritisch volgen. Oké. Hey, even over nog waar we het vandaag over hadden. Dus ik begrijp je positie en ik zie wat je kan doen. Nog het laatste onderwerp, even les elektrisch eigenlijk. Ja. Dat elektrisch lessen. Ja. Wat heb jij begrepen dat daar de issues zijn eigenlijk? Omdat zeg maar nu op dit ogenblik zeg maar is 8% van de mensen die lest in een automaat of een elektrisch, waar een steeds groter gedeelte. Maar 92% wil nog steeds gewoon in een schakelauto. Je hebt hier vraag en aanbod. Dus de vraag naar een schakelrijbewijs is gewoon groot in Nederland. En heb ik ook gezegd, want ik begrijp dat ook. Want als je als starter die automarkt opgaat. Ja, als je een goedkoop tweedehands autootje zoekt, ja, dat is gewoon een benzineautootje schakel. Ja. Dus een elektrische auto, automaat, die zijn te duur voor de starter die op de automarkt komt. Juist. Dus dat snap ik. Maar ja, ook aan de aanbodskant, begrijp bijvoorbeeld in Duitsland, kan dus een rijschoolhouder
een automatisch rijbewijs aanbieden. Mm-hmm. En als je die hebt gehaald vervolgens bij het Duitse CBR, dan kan je bij een gecertificeerde rijschoolhouder, als je nog wil later, een schakelrijbewijs halen. Mm-hmm. Kijk, en dan kun je misschien ook het aanbod vanuit de rijschoolwereld vergroten voor automatisch rijbewijs. Ja, het wordt eigenlijk zo gedaan dat je leert gewoon rijden in een schakelauto, of in een automaatauto. Elektrisch of niet, maar de meeste, steeds meer mensen die nemen zo'n ding. En daar dan op een gegeven moment, als je dan goed kan rijden, dan krijg je meteen dan 10 lessen. En de rijschoolhouder kan zeggen, ja, je bent nu gecertificeerd. En daarna ga je weer examen doen. Ja. Dus je doet alles geïntegreerd. Ja, dat is dus in Duitsland een groot succes. Ja. Die zijn van 6% naar 25% gegaan. Ja. En zou zoiets in Nederland ook moeten gebeuren? Nou, ik denk dat iedereen denkt, dat zal wel slechter zijn voor de verkeersveiligheid. En verkeersveiligheid is mijn topprioriteit. En wat blijkt nou? Het schijnt zelfs goed te zijn voor verkeersveiligheid. Dus daar wil ik er wel even goed naar kijken. Maar het schijnt dus goed te zijn voor verkeersveiligheid. Mm-hmm. Omdat als je elektrisch rijdt, maar dat ervaren wij zelf, leer je veel meer vooruitkijken. Veel meer anticiperen op andere weggebruikers. Omdat als je goed je gas loslaat of remt, dan laat je one pedal driving. Precies, dan laat je accu weer op met het remmen. Dus het leert je veel beter anticiperen op de rest van het verkeer. Veel verder vooruitkijken op de rest van het verkeer. Ja, en dat schijnt heel goed te zijn voor de verkeersveiligheid. Wat ik ook begrijp, als je dan leerling bent, ben je veel meer bezig met het rijden zelf en de verkeersveiligheid dan met dat schakelen. Nou ja, ik wil er nog eens goed naar kijken. Maar wat ik eerst dacht, het zal wel slecht zijn voor verkeersveiligheid. Ja, blijkt het toch goed te zijn. Ja. Hey, en dus de wetgever in Europa zegt, dat kan. Duitsland doet het, Frankrijk doet het en een paar andere landen. Ja. Maar Nederland heeft gezegd, daar wachten wij nog even mee. Maar als je dat nu zo hoort, die resultaten. Ja, want blijkbaar in het beleid van het ministerie en het beleid van het CBR is dus dat we dat niet doen. Maar als allemaal enthousiast. Wij stonden aan tafel, we waren allemaal enthousiast erover. Maar als de Europese richtlijn het toestaat en de Nederlandse wet die Europese richtlijn heeft vertaald ook. Ja, maar wat ik zeg, ik wil nog wel even goed kijken naar verkeersveiligheid. Maar jij gaat het onderzoek en als het gewoon iets nuttigs is, dan ga je er ook gewoon wat aandacht voor vragen. Ja, dat is wat ik normaal doe, ja. Mooi. Leuk vak? Heel leuk vak, ja. Je zit nu de tweede termijn, tweede periode, erin. Ja. Ga je net zo lang doen als Rutte of wat is jouw planning? Ja, dat is moeilijk te zeggen in de politiek, maar ik geniet nog elke dag. Ja, oké. Okay. Nou, ik hoor in ieder geval, je wil gewoon, jij bent altijd bezig om te leren, je bent altijd geïnteresseerd. Je was ook echt heel erg vragen aan iedereen aan het stellen. Je nam het helemaal over, vond ik leuk. Dus, vond ik top. Nee, want het is gewoon belangstelling. Je hebt gewoon belangstelling, je hebt interesse. We zitten hier nou nog even weer een uur na te praten. Dus je hebt echt passie voor je vak. Dus het was leuk, zo'n kennismaking. Dankjewel. Nou, dat was het dan. Ik vond het een heel leuk. We gaan het even in een paar gedeelten gaan we dit uitzenden. Maar het is leuk om te zien hoe zo'n ambt als Kamerlid eigenlijk, hoe die mensen werken, hoe ze denken, hoe ze informatie verzamelen. En daar zijn wij ook als burgers gewoon van afhankelijk. Of dat op een goede manier gebeurt. Want de kwaliteit van de Tweede Kamer heeft heel veel te maken met de kwaliteit van de wetgeving. En als ze gewoon allemaal dingen gaan opstapelen die niet kunnen in de uitvoering, hebben we daar ook gewoon last van. Dus ik vind het leuk dat je daar gewoon heel erg mee bezig bent. Ik ben altijd scherp op de uitvoering. Ja. Heel belangrijk. Oké, tot ziens.